Hey! Ik vind dat al zo ongemakkelijk in het begin. Ik vind het echt verschrikkelijk. Oké. Hoi allemaal, we zijn van beneden. Hey, vandaag zijn we in Londen. En de komende 2 dagen trouwens ook nog, maar oké. We zijn net aangekomen. Wij. En van het vliegveld. En ik was degene die alles moest regelen. En als je me een beetje kent, dan weet je dat ik niet dingen kan regelen. Maar het is gelukt en we zijn hem aangekomen. We gaan hier rondlopen. Ja, we gaan zoeken waar we kunnen eten. Eten, dat is belangrijk. Ja, eten. Vooral eten, veel eten. En ja, we hebben geen idee waar we heen moeten. Dus nee, we lopen gewoon. Ja, we lopen. En let niet op een ongemakkelijk gezicht, want ik vind het even wennen. Want het is wel even een jaar geleden, oké? Okay? Ja, ik snap er nog steeds geen. Geen idee waar ik heen. Het gaat zeg maar als volgt. We lopen hier door Londen heen en elke keer zien we zwerm mensen. En dan denken we van oké, daar gaan we achteraan. En vervolgens komen we ergens. Bijvoorbeeld, dat je dan denkt dat er een park is. Dan is het dit. Zeg maar. Dat zagen we vanaf de verte. Toen dachten we, oh, een park. Maar toch niet. Of toch niet. Dus, we zijn nu echt al heel lang aan het rondlopen. Ik heb het gevoel alsof deze hele stad een station is. Omdat ik overal station dingen zie en veel te dure etensdingen, dus ja. Hele dikke auto's. Dikke auto's trouwens. Maar ja, we zijn nu ook nog niet echt in het centrum van Londen. We zijn zo bij het hotel. Als je echt bij Oxford Street wil komen en zo, dan moet je echt 15 minuten. En we weten ook gassen. Gewoon niet waar we zijn. Nee, gewoon lopen. Huh? Gewoon lopen. Ja, nog een voorbeeld. We dachten, we gaan even naar de haven. Misschien is dat leuk. Krijg je dit. Wat een mooie haven. Echt hoor. Nou, we hebben gegeten. Subway. Ben je in Londen, dan ga je de Subway eten. Ja, ik weet niet. We zijn echt in een hele vage stad, zeg maar. Het is een stad waarin iedereen haast heeft en iedereen rent overal. En zeg maar, zelfs als je ook... Vertel verder. Oh, sorry. Ik wou even, nou, er liepen zelfs, nu gewoon geen zelfs, mensen. Zelfs als je over straat loopt en als je oversteekt, dan telt het klokje telt zeg maar af van hoe lang je nog hebt om open te steken. Iedereen loopt door rood. Iedereen loopt door rood. En het is gewoon een stad met allemaal hotels, zeg maar. Gewoon echt kapot veel hotels. Dus ja. Ja, en de Subway was wel echt lekkerder, zeg maar. En we zijn nu weer bij het station. Zijn we ook al 3 keer langs gelopen ook alweer. En we gaan straks weer op zoek naar het hotel. Ja. Want ik weet niet echt meer waar die is. Oké. We zijn even in het hotel. En het is vrij degelijk. Maar we hebben niet veel betaald. Dus dat is ook wel degelijk. Spiegel. Kast. Bed. Raam. Dan kan je dit stukje zeg maar bewegen. En hier ligt er aan. Is een kleine badkamer. Ja, we gaan sowieso deze week op stap. Sowieso 1 keer. En sowieso shoppen in Oxford Street. En ik had op het internet gekeken. Ik dacht, het gaat kapot veel regen deze week. Maar de zon is gewoon al langs geweest. En we hebben eigenlijk bijna geen regen gehad. Alleen toen we uit het vliegtuig stapten. Dus dat is echt super chill. Hey, we waren dus net bij een kraampje. En ze hadden kapot mooie brownies. Allemaal smaken en geuren en weet ik veel wat. En wij zaten van, oké, dat moeten we even hebben. Want ja, dit zijn van die typische Engelse / Amerikaanse dingen. Dus, hier zijn ze. Dit is Nutella cheesecake. Ik word zo ongemakkelijk met het. Ik heb hier wel 3 pond voor betaald. Maar het is echt 1 dikke brownie. Dik stuk. Ik heb deze. Ja. Koekjesdeeg en brownie. Nou, schiet me lekker. Dit is Harry. Ja. Lekker. Ik proef letterlijk naar een stuk deeg op brownie. Het is niet vies.
En dit is cheesecake Nutella. Oké, okay, deze is echt kapot, joh. Ja? Deze is echt heel erg. Ja. We hebben nu even gedoucht en even op bed gelegen, opgemaakt, omgekleed. En we gaan zo weg. Ik weet niet meer hoe het heet, maar Laura heeft bedacht. We gaan naar The Short en we gaan naar London Bridge. En naar het winkelcentrum en naar de supermarkt, want we hebben vreten nodig. Ja, want zeg maar... Food is life. Waar we nu allemaal zijn geweest, zijn alleen maar eet, kebabzaken en zo. En ik heb niet één supermarkt gezien. Ja, eentje, maar ze hadden er niks en het was heel druk. Dus wij gaan even op zoek. Jongens, wat we net hebben gedaan, ik geloof onszelf niet eens. Nee, wij dachten echt van, nou, we gaan dit nooit fixen. En we strappen de trein op en we komen een paar minuten later gewoon aan op onze bestemming. Ja, en we hadden ook in één keer gewoon maar mee. Nou ja, wel in één keer. En we komen aanlopen en twee minuten later van het trein. En wat zou ik zeggen? We zaten tegenover. Oh, kut! Oversteken. Haast. Zijn we iedereen... Rent. Okay. Wij lopen ook met de stroom lopen mee. Vet egoïstisch. Nee, maar we lopen filmen. Nu ook geen kant. Nee, maar dat komt omdat ik het filmen ben. Even snel het verhaal. Toen zaten we tegenover allemaal hele nette schoolboys. Maar ik durfde niet te filmen, dat kan je niet maken. Nee. Dat was echt cute. Dat was echt leuk. En ja, London Bridge. Ja, we volgen gewoon weer de mensen. Ja, zoals kom, de hele dag. Volg de menigte. Maat, daar hebben we hoor. De kleine boef. London Bridge. Deze kunnen we maar weer afchecken. Vertel even, wat voor punten hebben we nu bereikt? Het zwarte ei. Het zwarte ei. Maar hier spreek je af. Ja, ik weet eigenlijk niet waarvoor, maar dit is een moment. Het lijkt bijna of je een interview met me doet. Maar ik wil je even laten zien. Ja? Even in deze gebouwen. Als je eventjes met je omhoog kijkt. Zo groot. En dan ineens achter je. Yes! Daar is hij dan. Oh, dat zijn Chinezen die willen een foto maken. Van het zwarte ei. Want dit is wel het hoogtepuntje van Londen wat je kan bereiken. Oké, okay, dat was net. We liepen zeg maar daar. En er vloog letterlijk een duif zeg maar recht langs van haar neus. Gewoon tegenaan. Dat je echt denkt, what the fuck? Was een leuke ervaring. Ja. Oké, ik heb net een panoramafoto gemaakt en er lopen mensen langs en die zijn helemaal uitgegeven. We moeten een winkelcentrum vinden. Het Dit is zo raar. Wij lopen dus, we kunnen de hele dag niet echt een chill restaurant vinden, toch? En wij lopen hier allemaal af van vast. Oké, dat hebben we niet zoveel zin. We willen echt ergens zitten. En wat ik dus van tevoren zei van oké, Jamie Oliver die heeft een restaurant in Londen. En daar wil ik wel een keer heen. En toen zeiden we, ja, maar we gaan het niet echt opzoeken. We moeten het wel toevallig tegenkomen. Bam! Yes. Nou? Je hebt twee gangen voor 12,95. Nee joh, dat is alleen wat ik zo straks zag. Maar toen zag ik niet dat het van Jamie's was. Maar ik wil hier wel mee. Nou, sorry hoor, maar dit vind ik echt te toevallig weer. Ja. Het is goedkoop, het is Jamie's, dat ik altijd wat eet, dat ik hou van die man. Hij is mijn boy. En we gaan het nu eten. Jawel, dit gaan we sowieso eten, het is te goede toeval. Oké, doei. Dit is echt te raar gewoon, ik vind het bizar. We zitten dus bij Jamie's. En we hebben net voorgerecht gehad. Vertel wat voor voorgerecht we hebben gehad. Tagliatelle met truffel, crème en iets met truffels. Iets met truffels. Dus en dat was lekker. En dat we was hadden echt... zeg maar binnen 5 minuten en ik had het drinken nog niet eens. Maar het was wel lekker. Mooi. En nu heeft Faro een of andere burger. We hebben garlic bread. Ik heb een goddelijk drankje wat echt proeft alsof ik in een verse persik aan het bijten ben. En dit. Ik weet niet, ik hou niet eens heel erg van vlees, maar dit leek wel echt kapot lekker, dus ik bestelde het. Ja. Oké. Dus wij komen net terug van Jamie's Italian Restaurant. En het was amazing. Het was geweldig. Ik hou nog meer van die man. En nu zitten we weer op het hotel. Ja, dat ga ik ook vertellen. Maar jongens, die kachel staat hier te loeien alsof het winter is. En het is gewoon
is gewoon 17 graden en het is echt als ik mijn hand aanraak. Nou, dan verbrandt hij niet, maar dat is weer overdreven, want juist omheen. Maar het is wel gewoon heel warm. Dus we slapen lekker tegenstrijdig met het raam open. En met de kachel doe je het heet aan. En ik denk dat ik maar op de deks geslapen, want anders is het te heftig. En we waren dus net in een heel skeer winkeltje waarvan ik echt dacht van jongens, ik wil alsjeblieft niet verkracht worden hierin, want het ziet er echt heel skeer uit. En wij zijn echt zo aan het praten en we wilden even een drankje halen. En ineens zegt die man, oh ja, wat zei hij ook alweer? Hij zei ineens, alles goed met jou. Oh ja, alles goed met jou. Was het ineens een Nederlandse vent die naar Londen was verhuisd. Dus dat was wel heel grappig. Echt in het meest skeerde winkeltje ooit, waarvan je echt denkt, hoe dan? En we hebben ook dit gehaald. Tja, waarom niet? Bom, 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 bom.